Het klinkt misschien een beetje cliché, maar echte schoonheid zit van binnen. Niemand is perfect en we hebben allemaal onze onzekerheden en imperfecties. Mooi zijn begint met je goed te voelen over jezelf. In deze portrettenserie ga ik in gesprek met verschillende mensen die trots zijn op hun perfect imperfections. Ik ben Chantal Jansen, ik ben 42 jaar en my perfect imperfection is mijn sproetengezicht. Hoe is het om deze imperfectie te hebben? Ik vond het heel moeilijk om daarmee op te groeien. En als je zo denk ik naar mij kijkt, dan denk je nu, wat stel je aan, wat zit je te zeiken. Maar als je zelf iets ziet wat je niet mooi vindt, dan blijf je dat zien. En het was natuurlijk ook het eerste waar mijn broer mij mee pestte. Spoetekop, dat is ook heel makkelijk, ja. Later kwam er ook nog een bril bij, dus dan was het brillenkop. Ik weet nog dat mijn kleine neefje, die was toen een kleuter en ik denk dat ik 10 of 12 was. En die ging een keer zo over mijn wangen wrijven. Van, wat zit daar nou? En dat vond ik zo erg. En toen dacht ik, oh ja, zie je wel, het is echt heel erg raar. Wat het natuurlijk niet was, maar dat wist ik toen niet. Wanneer dacht je van, nu is het klaar. Ik mag mezelf gewoon laten zien. Vroeger ging ik nog aan de slag met citroensap, uitsmeren ze over je wangen, dan in de zon gaan liggen zodat het bleekt. Dan scheen de zon weer en dan kwam het weer terug. Dus ik denk door schade en schande. En wat betekent lekker in je vel zitten voor jou? Ik denk dat dat betekent dat je je zeker voelt, dat je jezelf mooi vindt. En dat betekent niet dat je iedere dag huppelend voor de spiegel staat, maar dat je gelukkig bent. Vind jij jezelf mooi zoals je bent? Ik denk dat ik daar ja op antwoord, omdat dit het is. Omdat ik het niet kan veranderen. En ik denk als je dit mij gevraagd had 15, 20 jaar geleden, dan had ik misschien nee gezegd. Wat betekent natuurlijk jezelf zijn voor jou? Ik kan natuurlijk mezelf zijn als ik 's ochtends opsta en mijn bril, ik heb -6,5, dus een soort verrekijker is het. En dan geen make-up en ongekamd haar ben ik natuurlijk mezelf, maar gisteren had ik opnames. Dan heb ik bij Leko een uur in de stoel gezeten, een mooie outfit aan, dan ben ik ook natuurlijk mezelf. Jezelf volledig accepteren, hoe doe je dat? Ja, ik ben echt erg van het uitproberen. Ik heb alles al geprobeerd, ik heb alle behandelingen die je maar kunt bedenken. Maar dat kwam wel voort uit dat ik iets, ik had een raar plekje op mijn wang. De huidarts vertrouwde het niet en die zei, laat het toch maar weghalen. En dan was ik wel even bang voor een melanoom. En gelukkig was dat niks. Maar daardoor had ik dan een deuk, omdat ze het hier hadden weggehaald. En toen zei iemand, oh, dan kan je het inspuiten, want op tv ga je die deuk zien. Nou, en dan ga je steeds en denk je, oh, maar als die kant wordt ingespoten, dan moet die kant ook. En wat kan ik hier allemaal nog meer laten doen? Dus ik had een soort, toen ging ik van alles proberen. Maar dat heeft mij wel gebracht totdat ik dacht, ja, volgens mij hoeft dat allemaal niet. Het is niet nodig. Als jij je jongeren zelf een tip of advies mag geven, wat zou dat dan zijn? Probeer vooral de mooie kanten van jezelf te zien. Maar vooral denk ik, ben daar nog niet te veel mee bezig met je uiterlijk. En dat is best wel zonde van je tijd.